Hallo mensen, leuk dat jullie kijken naar deze nieuwe video. Mijn naam is GT5 LSP voor morgen vandaag. Omdat de vorige video met de EM4 Emergency 4 zo goed was bevallen in Amsterdam mod, ga ik nu nog een video daarmee opnemen. En ja, dat is toch alweer een tijdje geleden, dus het kan nooit kwaad. We hebben hier een CVA beroerte, is een herseninfarct of een hersenbloeding. Dat betekent inladen en wegwezen. Om daar trombolyse te starten in het ziekenhuis wanneer het een infarct is, en om de druk in de hersenen in de schedel te verlagen als het een bloeding is. Want trombolyse is bloedverdunning, en dat dat, ja, als je een bloeding in je hersenen hebt, dan wil je niet een bloedverdunning starten. Dus je wilt niet nog meer het bloed dunner gaan maken zodat het nog meer gaat bloeden. Je wilt dan je wilt de bloeding stoppen. Of ja, je wilt de druk verlagen, want dat hoopt zich allemaal op in je hersenen. En je hersenen worden echt afgekneld door het bloed. Je moet je voorstellen, er kan een bepaalde hoeveelheid water ergens in. En als dat vol is, ja, dan gaat dat druk uitzetten. En misschien zelfs op de, ja, op de schedel. Of op de hersenen die het afklemt. En je hebt zuurstoftekort en je kunt eraan doodgaan. What's up? Nu kan de ambulance niet zien of het een bloeding in de hersenen is of een infarct. En dat houdt maar één ding in. En dat is met spoed naar het ziekenhuis. Zo snel mogelijk. En de CT-scan in. Daar kunnen ze zien van, kun je iets op de CT-scan zien, dan is het een bloeding. Kun je niks op de CT-scan zien en je hebt wel alle dingen van een... zeker snel van een beroerte, van hersenbloeding of een infarct, of in dit geval een infarct. Dan is het een infarct, dat betekent dat er geen bloeding is, maar dat er ergens een bloedpropje zit dat de zuurstofvoorziening van de hersenen tegenhoudt. Dus als je een rechte lijn hebt en in het midden stopt een... ja, wacht, ik ga het gewoon hier even tekenen. Stel, dit zijn je hersenen, deze lijntjes, en hier is een bloedpropje. Dan krijgt dit gedeelte van de hersenen geen zuurstof meer en dat sterft af. Als dat te lang geen zuurstof heeft, ja, dan ga je dood. Of dan sterft het af en dan... komt er ook niet meer terug en dan kan het zijn dat je voor altijd verlamd bent of iets, of niet meer kunt praten of dat soort dingen. Dan willen ze dus bloedverdunning door dat ding krijgen tot dat propje ook weggaat en tot overal weer bloed komt. Zo even simpel uitgelegd, of simpel, eigenlijk heel lastig waarschijnlijk voor de meesten. Maar nou, dan hebben jullie weer wat geleerd. Dat is dus een 7 jaar beroerte. Mocht je dat meemaken in het echt, mocht je iemand zien die zijn mond scheef heeft hangen, die aan die slecht ziet, die niet voor die, ja, een beetje wartaal praat, die aan zijn linkerarm bijvoorbeeld niet meer omhoog kan doen of zijn rechterarm, vraag hem naar de tijd. Denk aan de fast check, maar denk belangrijker meteen 112 bellen. Je hebt face, arm, speak en time. Maar nu hebben we een autobrand. Autobrandbestuurder is uit de auto, staat hier een brand. We gaan de TS van Bergen sturen. Dat is hier zo, die is lekker dichtbij. En een politieauto uit Bergen. En die rijden allebei prio 1 voor een autobrand. Face, ja, dus kijk naar het gezicht. Zie je afwijking in het gezicht. Denk aan een afhangende mondhoek. Dus je ziet eigenlijk als de persoon lacht, dan zie je dat of de linker of de rechter mondhoek niet mee komt omhoog. Kijk naar de face arms. Ja. Laat ze beide omhoog doen. Het kan zijn dat eentje niet goed mee omhoog gaat. Kijk naar het praten. Kunnen ze goed praten of misschien brabbelen ze wat. Nou, dan weet je het ook al. En kijk naar, wat ben ik, speak en time, vraag ze naar de tijd. Het kan allemaal een teken zijn van een hersenbloeding en het, elke seconde telt erbij. Hij is inmiddels in het ziekenhuis aangekomen en wij zijn bij de volgende melding. Autobrand, ja, daar kan niet veel over vertellen. Bel 112 als je auto in brand staat. On the way. Waar is mijn motorrijder heen? Ik wil het verkeer hier weg hebben. On our way. Even kijken, want dit zijn allemaal andere mods dan naar Amsterdam en zo. Dat hebben we wel onder controle. We gingen wel een takelwagen vragen. Hier. Ah, dat was hier. Dus
sleepwagen. We gaan ons op laten komen. Er is een hond. Het nadeel van deze mod is, je kunt de politie niet laten rondrijden. Dat betekent, stel er is echt een groot incident, ja, dan ben je de lul. Maar dat is nu niet zo het geval voorlopig. Ook is er wel eens een ongeval hier zo op de hoofdweg. En dat is een pittig ongeval. Dus misschien dat we die vandaag nog krijgen. Die vind ik sowieso wel een mooie TS. Alleen de sirene is wat minder. Nu hebben alle auto's een sirene en niet alle, want dat hebben ze. De twee die nu rondrijden hebben dat niet. Maar ik zal jullie zo meteen even laten horen bij een volgende melding. Sirene en een versneller. Daar stond de auto ook alweer hier zo. Gaan we vast zeggen dat hij die kan oppikken. Kan hij daar alvast mee beginnen. Als hij dat heeft kunnen we meteen terugsturen. Ja, mensen gaan waarschijnlijk weer massaal, of jullie gaan massaal weer vragen van ja, waar kan je deze mod downloaden? Ik heb echt geen idee. Deze mod is al heel lang niet meer te krijgen. Jullie moeten ook beseffen, Amsterdam wist ik ook niet. Ja, dat heeft dan iemand in de reacties massaal zitten delen, dus shout-out naar jou. Maar ik weet dat niet. Wat ik wel weet is dat deze mod al een tijdje niet meer te krijgen was. Het zal me niks verbazen als hij nu ook niet meer te krijgen is. Erik Draaier, een praatverward is bekend met diabetes. Ja, 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 ja. Goed. Dat is ook een gevalletje. Even A1. En dan laten we dan maar er naartoe komen. Even kijken. Okay, wat was het? Draaierig. On my way. Oh, dan moet je deze kant op. On my way. Draaier praat vooral bekend type. Ja, die zal een hypo hebben. Hypo is als je de, je hebt een... Dit is een drietoon trouwens. Best wel vet. Maar het is wel sneller. Dat kun je dus zelf... nou, hypo. Dat kan betekenen dat iemand bijvoorbeeld heel de dag niet gegeten heeft. Dan heb je in de suikers en dan zit je laag met je suikers, dat kun je prikken. Stel het is 2.9, dan zit je in een hypo. Stel het is 13.7, dan zit je in een hypor. De symptomen daarvan, ja, die kun je wel even opzoeken. Dus geloof ik, moeheid, ja, zweterig, duizelig, wartaal, moeheid, beven, koud, dat soort dingen allemaal. En ja, vaak kun je bij deze persoon gewoon als je er tegenkomt, ja, weet je, niet zelf gaan handelen, laat hier maar lekker de ambulance komen. Maar je kunt bijvoorbeeld wat, snelle suikers geven, denk aan, dextro of zoiets. Gewoon zo'n druivensuiker even geven, of cola, of een boterham met jam, of een beschuitje met jam. Maar ja, zo'n dingen. Even echt waar je meteen bam suikers binnenkrijgt. Got it. I'm on it. Maar het is wel verstandig om even de ambulance te laten komen, denk ik, als je er zelf niks mee van doen hebt. Ik kan dan nog spoed naar het ziekenhuis. Mijn mond dus. Nou, tweede melding ook afgerond. Schapen hier. Je hebt ook de reddingsbrigade, want het is Egmond en Egmond ligt aan zee. En die heeft ook zo'n hele oude sirene. Inmiddels is die wel... Hebben ze een nieuwe lichtbalk en een nieuwe... nieuwe sirene. En hier staat ook nog de reddingsbrigade van... Geen idee. Volgende melding, laat hem maar doorkomen. Je kunt
strand op met de ambulance, maar hier moet je toch wel stoppen, want de ambulance gaat nog niet verder. Dus stel je hebt hier een incident of zo, dan kun je en de reddingsbrigade sturen en dan laat je de KNMRI of zoiets komen. Ze rent rond met vuurwapen, oké. Dan gaan we... Is we gaan het schieten op niks. Oké, dat is mooi. Ik gooi op alarmeren. Prio 1 voor de... Even kijken. Hallo, dat ligt daar. Daar hebben we niet zoveel aan. Nou, jullie mogen allemaal prio 1 naar hier zo. Voor een persoon met een vuurwapen. We moeten allemaal uit Alkmaar komen. Maar dat is redelijk snel hier, hoor ik al. Allemaal alleen met blauw. Voor het voertuig gaan we selecteren. Die zal ook als eerste ter plaatse zijn. Tenzij uit... Ah nee, Bergen zal het eerder zijn. Spantron. Nee, Bergen zal het eerder zijn. We zijn nu nog gewoon aan het schieten op een voertuig. Kan zijn dat hier gewoon met zijn... Als je gewoon wapen wil oefenen. Dan heb je een wapen of zo. Vuurlijn, even opletten. Hey, wapen laten vallen. Blijf schieten. Wapen laten vallen, hier komen. Gaan aanhouden. Oké, keurig jongens. Eén verdachte aangehouden. Ik kan de rest van met vervolg. Oh, wacht even. Dan moest... Met een vervoersbus. Anders werd de melding niet afgerond, geloof ik. Nou, laten we die even komen. Kan ik met spoed rijden, mooi. Nou, die kan wel lekker veel mensen meenemen. Ik hoop dat ze hier langs elkaar kunnen. Wat mogelijk kunnen. Oh ja, kijk dan. Doet doet. Nou, toch niet. On our way. Oh god, nee. Nou, doen we maar even zo. On our way. Dan mag die zijn weg vervolgen. Wat hebben we? Een buitenbrandje. Prio 2. Oeh, daar zitten mensen op. Handig jongens. TSZ mag daar naartoe. Voor een prioriteit. Ik heb 1 gealarmeerd. Mag ik best 2. Dan heb je 2 voor een buitenbrand. En hier afstand en vervoer is ter plaatse. Understood. What's up? Nou, wacht even. Oh, en nu gaat hij schieten. En nu moeten we hem weer aanhouden en zal hij op dood gaan. Ja, zie je. Oh god, wat hebben we allemaal gedaan? Oh, een verkeerde knop. Dus komt hij nu hier naartoe gereden en blijft hij hier wachten? Of niet? Of wel? Of niet? Nou, goed, ga jij. En jullie zijn ter plaatse. On the way. Voor de laatste seconde met blauw aan. En sirene. Nou, jullie mogen allemaal een brandblusser pakken. En dat gaat hard klinken, dus ik ga even weg. Ja, brandmeester. Kan retour. Nou, wacht even.
zijn we allemaal aan het doen? The fuck gaan we heen? Is deze weg afgezet? Ah, door hem natuurlijk. Jij maakt me terug, dankjewel. Nou, wat ik ga doen, ik vind het goed met hem. Oké. Yeah? Oh, nee, je hoeft geen koffertje te pakken hoor. We'll be done immediately. Nou, nu wel. Oké. Ah ja, de politieagent gaat even mee, eentje. Omdat we toch een vuurwapengevaarlijke verdachte hebben. Oh, sorry. Nou ja, dan moet hij even naar Bergen lopen. Van Alkmaar naar Bergen. Is te doen, geen probleem. Kan gewoon, doen we gewoon. Gelukkig op het moment dat die uit de map beide rijden, dan worden ze toch weer goed gespawnd. Dus dat scheelt altijd. Ik vond het wel leuk. Ik kreeg een bericht, ik ben je grootste fan. Alleen, hij had een andere naam. Zeg maar. Dat je zei je bent je grootste fan, maar vervolgens heb je een naam van een andere YouTuber. Dat is gewoon, ben je grootste fan en dan andere YouTubers een naam met de naam met het woord fan erachter. Dus niet GTAV, LSP voor een more fan, maar nou ja, dan denk ik van nou. Stom. Wat hadden we? Persoon gevallen, licht gewond, geloof ik. We gaan er wel een A1'tje van maken in verband met dat hij waarschijnlijk hier vanaf is gekukeld. Misschien dat ik zelf even de rapid responder mee ga sturen. Om een quick even snel te kijken. Mocht het ernstig zijn, dan gaan we nog MMT alarmeren. En de popo. Popo gaan we meesturen. Bergen mag je weer naartoe. Prio 1 voor de bergen voor mogelijk een val van hoogte. Gewoon aan de naar de situatie kijken. En dan snap je van oké, die kan hier vanaf zijn gevallen. Consider it done. En dat kan ernstig zijn. En we zullen moeten gaan omlopen met z'n allen. Dus dan gaan wij hier deze melnikus weghalen zo van ambulance komt. Listening. Ja, ook hier heb ik de uniformen aangepast. Listening. Heb ik dan nog net een vlag neer? On my way. Let's go. On my way. We hebben een OMS ergens, ik kan even niet kijken, daarboven is een OMS. On my way. Immediately. Yeah? Nou ja, daar heb je dus mee kijken. On our way. Wat we hebben. Got it. Ik hoor hem wel, maar ik zie hem nog niet. Hier zo, erin. In de winkelstraten, dit is toch wat. TSZ, dankjewel. Wat hebben we hier? Oeh, ze komen er niet. Yeah, on my way! Yeah, on our way! Hier en dan daar. On my way! Nee, hier naartoe. Ze willen omlopen. Listening! On my way! Ja, hier naartoe. On my way! En hierdoor. Kikaboe, toet toet, hallo. What's up? Jullie belemmeren ons best wel. Immediately. Dankjewel. Yeah? En dan hier langs.
En dan zo. I'm on it. En dan zo. On our way. En dan hebben we een redelijk letsel. We gaan dan niks naar te sturen. We'll be done immediately. Oh god, nee. Oh, potmondigie. Dat is het ernstige verkeersongeval. We gaan naar meerdere ambulances sturen, maar we gaan beginnen met politie. We gaan even rustig blijven. Daar en daarheen. Dan gaan we nog... oh, wacht. Hierheen. En dan gaan we ambulances alarmeren. Mooie ambulances. 186 A1. Voor een persoon, een verkeersongeval, letsel. Oh, daar heb het. Die is toch niet nodig. What's up? On our way. Ik ga Lifeliner meesturen. En die mag hier gaan landen. En ik ga ook de OVD daarmee naartoe sturen. Oh, en dan het belangrijkste. Dat moest eigenlijk al meteen. De brandweer. En de HV, want die is wel heel belangrijk. Niks in het water hier. On my way. Hier afgezet, hier afgezet, maar niks, even niks uit dat niet zo mooi is afgezet. Consider it done. Yeah, on my way. We'll be done immediately. Blijf daar aan te plaatsen. Mag hier landen als het gaat. Ik kan nog niet weglanden. Ja. Oké, okay, over en uit. On the way. Ik moet die HV echt heel snel hier hebben. Dat is meestal een dodelijk ongeval. Even alles omlaag doen. En een mooie screenshot maken. Maar hoe? Zo. Oké, okay, en nu weer door voor de echte shit. Namelijk een verkeersongeval. Die HV moet hier langs kunnen. Die HV moet ik gewoon zo snel mogelijk hier hebben. On the way. Oké, okay, dit gaat waarschijnlijk dodelijke afloop zijn. Ik wou namelijk zo realistisch mogelijk doen. Of dat wil ik. Normaal zet ik stiekem altijd de HV hier neer. Omdat ik gewoon weet dat deze melding dodelijk is. Dus pilot. Pilot. Gestart. Listening. I'm on it. Okay, deze maakt het goed. Ja. Kopen we nu niks voor, hè? Ja goed, we hebben wel een beroerte. Dus daar hebben we ook wel met spoed een ambulance nodig. 181 dan maar. 181 mag A1 naar een beroerte. 7 jaar hebben jullie inmiddels, weten jullie allemaal wat dat is. What's up? Even kijken. Listening. What's up? Consider it done. Deze gaan met spoed naar het ziekenhuis. En hier gaan ze nog alles eraan doen om de patiënt tot leven te wekken, maar het ziet er niet goed uit. Listening. On my way. Will do. We'll be done immediately. Ziekenhuis. We'll be done immediately. TS en OVD mogen al retour. Die zijn hier in principe niet meer nodig. What's up? Ik ga vervoer naar het ziekenhuis. We gaan gewoon achterin reanimeren. Ik ga motor alarmeren. Voor een spoedtransport. What's up? Let's go. En
dan gaan we gewoon hopen dat het in het ziekenhuis nog goed gaat komen. Maar zoals ik al zei, voor nu ziet het er niet goed uit. En dat kan ook gewoon gezegd worden, of dat moet ook gewoon gezegd worden. Ambulance is hier ter plaatse bij de CVA. Even kijken hoe het daarvoor staat. Oeh, die is ook echt close, randje doodgaan. Nou, slachtoffer is overleden, roep lijkenwagen. Dan gaan wij niet meer naar het ziekenhuis. On our way. Heeft dat geen zin meer. Ja, goed, die melding dan afgerond. En dit is ook het inladen en wegwezen. En dan zijn we alweer een tijdje bezig. Dus wij gaan deze meneer, ja, inladen. We'll be done immediately. Met goed naar het ziekenhuis. En dan gaat het hier allemaal beginnen met vanzelf op te ruimen en weer met vervolg te gaan. I'm on it. En dan als die erin achterin ligt, dan vervoer ik hem naar het ziekenhuis en dan ga ik jullie bedanken voor het kijken. Listening. Ik hoop dat jullie een heel leuke video vonden en dat jullie weer wat geleerd hebben en zo niet, ja dan sorry. Laat even weten of jullie liever de Amsterdam mod zien of de Egmond mod en dan zeg ik tot de volgende video. Doei!